Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Vanmiddag weer een thuiswedstrijd onder werkelijk ongelooflijke omstandigheden, Bert. Ja, die zomer die trekt lekker door en dat is vooral voor de toeschouwers natuurlijk fantastisch. Ja, en voor de spelers? Ja, dat vraagt altijd weer toch wat aanpassingen, vooral met ons veld natuurlijk. Maar ook qua intensiteit is het toch anders als je in de regen speelt of met volle zon. Heb je een beetje genoten na die 9-0 overwinning en daarna het heerlijke trainen hier? Ja, dat gaat altijd wat makkelijker natuurlijk. En, het was een prachtige overwinning en absoluut een collectieve prestatie. En natuurlijk maandag daar nog even over gesproken, maar zo snel mogelijk weer doorgaan naar deze wedstrijd. Laten we zeggen, de B-selectie, die hebben donderdag de A-selectie even op scherp gezet. Ja, mooi hè. Zo zit dat gewoon op dit moment binnen de groep. Iedereen wil graag in het basisteam komen. En die zorgen ervoor dat ze duidelijk in zicht blijven bij de trainer. En dat hebben ze op een fantastische manier gedaan. SJC, dat is een club met een vreemde geschiedenis. Hè? Zomaar van de ene klasse naar de andere klasse en opeens nu in de derde divisie. Ja, dat is natuurlijk een prachtig resultaat van die vereniging. En aan ons vandaag om ervoor te zorgen dat ze even niet opstomen. Ja, precies. Het is ook Noordwijk, maar het is net geen Noordwijk. Nee, en we weten nu hoe een ploeg uit Noordwijk kan spelen natuurlijk. Dus we weten in ieder geval welke intensiteit die ploeg uit Noordwijk spelen. En daar zijn we wel ook beducht, maar niet angstig voor. Waar is het mee te vergelijken, SJC, spelwijze? Ja, ik vermoed toch wel een beetje Odin. Dat heb ik nu op het netverlies dat we zo spelen. Maar ik verwacht ook wel dat ze een nodige creativiteit binnen het team hebben. En een sterke spits. Dus het is even afwachten met welke plan ze hier natuurlijk naartoe komen. Maar we verwachten wel dat het jongens zijn die in ieder geval tot aan de eerste minuut vol gas geven. Dan raak jij wel vast gewend aan volgende week tegen Odin. Ja, dat klopt. Dat zou een mooie testcase zijn. Dan laten we hopen dat we deze goed winnen te afsluiten. Want dat helpt natuurlijk richting volgende week. Nou, we kunnen dezelfde speelwijze van jullie verwachten. Ja, 100%. Oké, heel veel succes daarmee, Bert. Oké, graag gedaan. Tom Duindam, de spits van SJC, heeft de bal aan het rollen gebracht. En zo is de wedstrijd begonnen hier in Ermelo. DVS tegen SJC uit Noordwijk. En er gaat meteen een kans komen voor Olivier Pilon. Is dit de snelste goal van dit seizoen? De aftrapbal wordt afgepakt en 1-0 voor DVS. Doelpunt te maken, Olivier Pilon. En hoe kun je beter aan een wedstrijd beginnen dan meteen op een 1-0 voorsprong komen hier in Ermelo. En dat is wel heel snel. Ik heb niet gezien hoeveel seconden het waren, maar volgens mij was het binnen de 10 seconden. 12 seconden hoor ik. Todori Falanas, Benjamin Roemillon niet bereikt. Basil Kamara kan koppen, Benjamin Roemillon nu wel. Oh, dat is een paas, dan gaat Oliver Pilon. Snel hoor. Oh, wat prachtig neergelegd voor Oktay Öztürk. Wordt het 2-0. Wat een ontzettend mooie aanval zeg. Dat hakje, de assist. Weer Oliver Pilon, heel erg goed. Geeft nu de assist. Oktay Öztürk, hij weet hem blindelings te vinden en kan zo de 2-0 hier maken voor DVS. Duindam, prima. Goed gespeeld. Maar ook heel goed gestoord. En een prachtige paas. Daar is Olivier Pilon net niet snel genoeg voor. Maar wat had Lars Dekker daar goed het oog in. Bijzonder goed. Lars Dekker, weer een mooie paas. Kortom, er is ruimte genoeg voor dat soort passes, blijkt tot nog toe. Natuurlijk ook door het scorenverloop hier, maar dit is een slechte bal van Lars Dekker. Kan zo worden ingeleverd bij... Maar goed terugwerkt door Koen Vloedgraven. Koen Vloedgraven alweer. Oktay Öztürk op volle snelheid. Benjamin Roemillon ingespeeld. Benjamin op de rand van de 6 gaat schieten. Keeper Kevin Schelvers kan deze bal pakken en heeft hem alweer snel uitgegooid. Maar Koen Vloedgraver stoort daar dusdanig weer dat DVS in balbezit kan komen via Lars Dekker. Koen Vloedgraver zelf, Lars Dekker, wat een keurige combinatie. Kijk eens, want hij heeft ook een tijd van ruimte. En dan gaat hij Daniel van Warven inspelen. En Daniel van Warven, het is Olivier Pilon die voor open goal overschiet. Wat een kans zeg.
In eerste instantie Daniel van Warven, die, waar de keeper nog op kan pareren. Maar Oliver Plon moet hier gewoon zijn tweede en de 3-0 aantekeningen hier voor DVS. Maar dat weet hij zelf ook. Maar vrije trap, misschien wel met mogelijkheden voor SJC. Bal kan worden doorgekopt, maar komt in bezit. En daar een doelpunt van SJC. Ik zei het al, dat is toch een gevaarlijke spits. Een spits met een neus voor doelpunten. Dam, Duindam, Tom, Duindam. Eigenlijk volkomen tegen de verhouding in. Maar het pleit wel voor deze ploeg dat ze ondanks die vroege 2-0 achterstand niet opgeven. Ondanks de vele kansen die DVS heeft gehad, niet opgeven. Capata van Toor namens SJC. Wederom een aanval. Strojil. Het is echt niet een ploeg die alleen maar de bus ervoor zet. Hebben aanvallende kwaliteiten, ook nu weer. Laten ze dat zien. En daar Baucci. Mooie beweging. Wordt die bal daar voorgezet strak. Oh, op de lat. En daar Osturk die de bal maar zelf ook zijn spier denk ik overstrekt. Ja, de wedstrijd is duidelijk nog niet gespeeld. Begin van de tweede helft. DVS in de aanval. Het was Benjamin Roemion die niet won van de lange centrale verdediger van SJC. Ingooi is van Frank van der Burg op Basile Camara. Wat brengt deze? Wederom Lars. Nee, Pilon. Osturk naar Daniel van Warven. Het is nu wel wat drukker. Nu heeft SJC overduidelijk wel de bus geparkeerd. Ook gedwongen door DVS, denk ik. Mark Bouwman goed doorgekopt. Prima. Osturk. Van den Burg. Helemaal terug. Had ook even naar Roald de Vries kunnen pasen, maar het publiek vindt dat nooit zo fijn. Die terugspeelballen, maar nu ruimte. Pilon. Pilon. Wat gaat hij doen? Hij sleept die bal fantastisch mooi mee. Pilon. Ja hoor. Schitterend voorbereidend werk van Olivier Pilon. Prachtige sleepbeweging. Tikkie terug naar Benjamin Roemion. En die pats die bal daar in de rechterbovenhoek. Schitterend. 3-0 voor, 3-1 voorsprong nu voor DVS. Mike van Toor opnieuw met Roald de Vries. Die wint. Kon vloedgraven. Benjamin Roemion. Stuurt Pilon weg. Nou moet er aansluiten komen. Wat is die snel daar zeg. Er is een aansluiting voor die goal. Wie is er achterin? Gaat hij weer sleepbeweging maken? Gaat hij twee man voorbij? Daar komt er de... Oh, Daniel van Werven. Zo'n bal moet op de goal. De tijd die je hebt en het voorbereidende werk van je collega Oliver Pilon. En dan is het jammer dat we die bal over de goal schiet. Keeper Kevin Schelvis met de doeltrap. Wat balbezit oplevert voor DVS 33. Daar komt Oliver Pilon. En die wordt gehaakt en het is een strafschop. En die keeper die gaat een kaart krijgen. En ik weet niet welke kleur, ik denk geel. Keeper verongelijkt die Schelvis. Maar het is gewoon een overtreding. Hij gaat gewoon over het knietje. Of hij haakt hem in zijn voet. En overtreding, strafschop. Oktay Osturk meldt zich voor die strafschop. En daar gaat hij komen. Oktay Osturk tegenover Kevin Schelvis. Kan hij de 4-1 maken door middel van een penalty? Oktay Osturk, lekker hoor. 4-1. Lars Dekker. Zometeen met zijn aanloop. Komt die bal daar. Hoog voor de pot. Basile Camara. Nee. Oh, bijna. Olivier Pilon. Lars Dekker. Wederom. Zo fantastisch makkelijk meegegeven. Julian de Ruiter. Ingevallen daar. Pilon. Natuurlijk met zijn enorme snelheid. En bam. Ja hoor. De 5-1. Olivier Pilon. Nu op aangeven van Benjamin Roemion.
heerlijk lopende aanvallen. Heiko Epe. Gaat hij achter die bal aan? Komt Heiko Epe, moet er weer achteraan, want er gaat een kans komen voor SJC. En die Bahoutsi die schiet gewoon de 5-2 binnen. Kijk, dan is dat ook weer ergens goed voor die spirit en die gif erin te gooien. Van de kant van SJC. Gelukkig is de marge nog steeds 3. Vrije trap komt hij. Bahoutsi. Gaat die bal erin? Hij zit er gewoon in. Het is niet te geloven. Maar het wordt hier gewoon 5-3. Prima vrije trap. Wordt doorgekopt. Mike van Toor. De rechtervleugelverdediger was de doelpuntenmaker. Oosturk. Wederom levert hij de bal in. Waardoor er weer een gevaarlijk moment zou kunnen ontstaan. Het is een vreemde wedstrijd tot nog toe. DVS die het al lang had af kunnen maken. Ongeveer hier al met ongeveer 8 doelpunten had kunnen maken. Maar dat maken er maar 5. Maar nu is het gewoon 5-3. En dan komt de volgende aanval van OJC. Nu, Pilon maakt gebruik van de ruimte. Prima gelanceerd. In dit geval door Julian de Ruiter. Maar Olivier Pilon maakt het niet af. Je zou ook kunnen zeggen, goede 1-op-1 actie van de keeper. Hoekschop wordt getrapt door Bautzi. Scherp daar. Oh, keeper. Het loopt maar net weer goed af hoor. Bette stormt zijn duckout uit. En schreeuwt zijn jongens nog eens even wakker. Want het is absoluut nodig. Van de geel-zwarte had willen zien. Verleden week werden ze enorm verrast. Nu, Olivier Pilon. Met ze de... Ja, daar komt hij, Julian de Ruiter. Goed geanticipeerd. Ik weet niet zeker of die bal van Olivier Pilon erin gegaan was. Maar Julian de Ruiter, heel adequaat meegelopen. Tik vooralsnog hier de 6-3 binnen. Dus de 8 doelpunten veranderen in 9 doelpunten. Nu is het weer opletten achterin. Dat doet Mark Bouwman goed. En dat was het laatste wapenfeit hier van de wedstrijd. DVS wint hier met 6-3 van SJC uit Noordwijk. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies. Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland. VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de Business Club van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.